Hallo YouTube Watchers. We hebben een nieuwe manier van rekenen uitgevonden. En dat is de Japanse stijl. Mocht je ooit de rekenmachine thuis... Hoppa Gangnam stijl. Mocht je op een of andere manier je rekenmachine zijn vergeten, dan hebben we nu de Japanse manier van rekenen. Yeah. Let goed op en gij zult leren. Yeah. Oké, Steven, geef mij een getal. 3. 3? Oké, 3 gaan we vermenigvuldigen met het getal 6. 6? Oké, iedereen weet gewoon wat 3 keer 6 is, toch? 3 keer 6 is 18, toch? Dat weten we. Maar ja, dat gaan we nou niet opschrijven. We gaan het op een andere manier even uitrekenen. In het Japans. Dus 3. Zetten we 3 diagonale strepen. 1, 2, 3. En 6 tegenovergesteld. 2, verticaal. 3, 4, 5, 6. Oké, dit is diagonaal, hè? Je moet zo kijken, dus kruis. Dus als we alle punten hier optellen, dan komen we waarschijnlijk uit op 18. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Nou, het klopt. 18. Doe maar even voor de zekerheid met een rekenmachientje. Ja, iedereen weet het is een makkelijk getal, maar voor de zekerheid doen we het nog even met een calculator op de iPhone. Nee hoor, maakt niet uit. Drie keer 6 is 18, ja, je hebt het gezien. Maar ja, dit is een makkelijk getal. Nu gaan we naar dubbel getal. Dus we doen een dubbele en een single. Maakt niet uit welke, Steve, zeg maar. 18 keer... 33. Nee. We doen een single eerst. Eerst één getal. Oké. En dan dubbel. 8 keer... 8 keer... 11. 11. Oké. Iedereen wat weet wat 8 keer 11 is, dat is 88, maar dat schrijven we nou niet op. We gaan het op het Japans weer, in het Japans weer berekenen. Nou, 8 strepen, diagonaal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1 streep zo. En 1 streep zo. Oké. Ik hoop dat ik het kan berekenen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oké, deze 8 doe je bij elkaar en dan krijg je 88. Gezien? Duidelijk. Klopt, hè? Nou, weer voor de zekerheid met die calculator. Of ja, de mensen thuis weten het wel. Maar nee. Nou, 88, oké, gezien. Nu doen we dubbelgetallen. Oké, geef me een dubbelgetal, Steve. 11 keer 12. 11 keer 12, oké. Hoe gaan we dat berekenen? Nou, ik weet niet wat 11 keer 12 is, geintje. Ik weet het wel, maar we gaan het gewoon in Japans weer berekenen. Fuck it. Oké, hier. 1 diagonale streep. Hier nog 1. Hey, hier eentje, hey. 2 dan, hey. Nou splitsen we die shit hier. Oké, dan tellen we deze op. Dat is 1. Dan tellen we aan de rechterkant deze punt op. Dat is 2. In de midden is 1, 2, 3. Dus, dit bij elkaar maakt 132. Is dat zo? En de vraag is, calculator, zeg het, 11 keer 12, hoeveel is dat? Je hebt het gezien, jongens, het is 132. Zullen we het nog één keer voor de zekerheid doen? Dubbel getal. Oké, Wacht even. Oké, geef me een dubbel getal. Maakt niet uit, een beetje... 18 keer 33. Vaag. 18 keer 33? Nog nooit gedaan. 18 keer 33, oké. 1 diagonale lijn. 8 lijnen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 3 lijnen. 1, 2, 3. En hier ook 3. 1, 2, 3. Hup. Hup. Hier tel je 3 punten bij elkaar. Hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Oké, midden door. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Oké, wat je nou moet doen, we hebben hier 2 dubbelgetallen. Zeg maar die 27 en 24, die gaan we niet gebruiken. De eerste laten we staan. Bij de tweede, die moeten we splitsen. Die 2 die gaat daar naartoe. Dus 3 plus 2, dat wordt 5. Die 7 houden we dan nog over. En deze getal, die gaan we ook splitsen, die gaat hier naartoe. 7 plus 2 is 9. Dan houden we die 4 over. Als het goed is, komen we dan uit op 594. Oké, ik weet het niet zeker, maar we gaan het berekenen. Je ziet het, mensen. Het is 594 met deze fucking kuttekening in het Japans. Ik heb het uitgelegd. Westside. En ja, dit was het voor vandaag. Weg met die rekenmachine. Ja. Je hebt die iPhones niet meer nodig, gooi maar gewoon weg. Later, abonneer op mijn kanaal, later.